Dag allemaal, welkom. We staan hier vandaag, 28 oktober, op een zaterdagmiddag, in de buurt van zorgcentrum Onze Steden. En zoals u weet heeft er een flinke verbouwing plaatsgevonden in Onze Steden. En dat heeft geresulteerd in een eigen benedenverdieping voor Van Thuis Uit. Het is een hele nieuwe organisatie, daar gaan we straks meer over vertellen. Maar het is wel de initiatiefnemer voor een beurs die nu gehouden wordt over vitaal ouder worden. Speciaal voor 55-plussers. Nou, zoals u weet, zoals u ziet, ben ik zelf ook in die doelgroep 55-plus en ik wil graag vitaal ouder worden. En dat betekent dat ik eigenlijk heel nieuwsgierig ben wat er van binnen te zien is. Ik ga naar binnen. Gaat u met me mee? Nou, tijdens mijn rit hier door deze expositie heen kwam ik Henny van Buiten tegen. En ik maakte een praatje met hem en hij zei, oh, ik wil wat vertellen, hoe of wat. En dus ga ik aan hem vragen, meneer Henny van Buiten, woont u hier? Nee, ik woon hier niet op de steden. Ik woon gewoon thuis, in een woning, ja. In een appartement hier en verderop. Ja. En daar heb ik het goed naar mijn zin. En door de week, als ik dus alleen ben, ga ik hier naartoe. Ja. En hier zijn allerlei activiteiten te doen. Van schilderen tot bouwen en van alles en nog wat. En bent u dan hier de hele dag? Of zegt u van nou, 's morgens als ik koffie gedronken heb op mijn appartement, dan ga ik hier naartoe. Of ik ga juist hier koffie drinken, dat kan natuurlijk ook nog. Dat doe ik. Ja. Ik ga meestal om 10 uur hier naartoe. Ja. En dan drink ik ook hier koffie. Ja. Met een hele hoop aantal mensen. Het is gewoon hartstikke gezellig, want je wisselt elkaar een beetje de nieuwtjes uit en de leuke dingen en de negatieve dingen. Ja. Ze horen er allemaal bij, dus dat doen we dan. Ja. En dan blijft u hier ook eten? U luncht hier of 's avondeten? Nou, we doen 's middags. Oh, 's middags eet u warm? Ja. Oh, ja, en we hebben twee mogelijkheden. Ja. We kunnen dus bij het restaurant eten en we kunnen zelf onze maaltijd klaarmaken. En dat gebeurt hier. Gezellig. In deze kamer, in dit gedeelte. Ja. En dan gaan we dus de aardappelschillen, de andijvjes snijden en alles en nog wat doen. Vlees braden. En dan eten wij hier zo met een aantal, meestal met 8 mensen. Ja. En is dat steeds een wisselend groep of is dat een min of meer vast groep? Nou, er zijn wel enkele vasten bij. Zoals u? Ja, zoals ik. Er zijn er wel enkele vasten bij. Ja. Maar we proberen ook zoveel mogelijk mensen te motiveren om ons mee te doen, hè? Want dat is toch wel gezellig. Ja. En vooral zijn het ook vaak alleenstaande mensen. Ja. En die gaan niet zo gauw een grote maaltijd klaarmaken. Dan proberen wij dus wat kleins te laten doen en zo een beetje te laten. Ja. Het werkt, begrijp ik, naar twee kanten. Enerzijds, ze hebben iedere dag toch min of meer verse groenten. Verse groenten en aardappels. En dat is de gezelligheid dat je niet in je eentje wat je zelf gekookt hebt thuis. Moet oppeuzelen. Je doet dat gezellig met elkaar. Met elkaar, ja. Maar dan heeft u gegeten. En zijn er dan nog andere activiteiten? Ja, er zijn heel veel activiteiten hier. Ze kunnen wisselen. De activiteiten bestaan uit bewegen. Dus een soort gymnastiek. Leuk. He, dus, en de andere dingen, knutselen, de vrouwen doen heel veel van het aardpont, weet je hoe ze dat noemen, want dat weet ik ook allemaal niet. Nee. He, maar die doen dat en met andere dingetjes zijn ze bezig. Dus, ja. Maar, en er, zijn, er komen ook regelmatig mensen hier om iets te vertellen over. Kijk, zoals vandaag staat Stadlander daar, over wonen. En ik heb notaris rond zien lopen. Die gaat iets vertellen over hoe belangrijk het is om zaken te regelen. Maar die zijn er natuurlijk niet iedere dag. Nee. Dus u zegt dan kan ik van allerlei dingen kan ik doen. Iets van schilderen of computeren of alles is mogelijk. Alles is mogelijk. En er zijn dus mensen bij die je daarin kunnen begeleiden. Je staat niet alleen, je hoeft het niet alleen te doen. Je krijgt dus een soort les. Ja, ja. Maar vrij simpel is het natuurlijk. Hè? Maar we kunnen natuurlijk geen Rembrandt hier wegtoveren. Dat hoeft niet. Maar we proberen dus de mensen toch ietsje te laten doen. Lekker te activeren. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Hè? Want ik bedoel, dat houdt ook de geest bezig. Jong, net wat u zegt.
Om lekker actief te blijven, ja. Hier overdag. En dan ben je, denk ik, als je s'avonds weer op je appartement zit, ook weer actief. Heb je belangstelling voor het journaal wat er is? Dan kan je allemaal kijken en zo, hè? Ja. En hier kan je echt alles, als het je interesseert, kan je het meenemen. Ja. En dat mag. En dan neem je het andere dag weer mee terug of zo. Ja. En ze hebben hier allerlei boeken. En, ja, je kan hier van alles. Kortom, het is aangenaam verpozen hier, zoals ze zeggen. Ik vind het wel, ja. Nou, hartstikke goed. Meneer Hennie, hartstikke bedankt dat u even wat heeft willen vertellen. En ik kom nog wel eens binnenlopen, dus misschien kom ik u nog wel een keer tegen. Nou, ja? Graag gedaan. Oké, dank u wel. Wel, Michelle, jou zag ik achter de plantjes staan. Zit jij in de tuinbusiness of doe je heel ander werk dat je hier nu daar staat? Ja, eigenlijk helemaal niet hoor. Het is toeval. Ik ben hier vanuit Thuiszorg West Brabant, TWB. Ja. En de plantjes, dat extra taakje. Die zijn, zijn stekjes die de deelnemers van het dag- en douchecentrum gemaakt hebben. Ja. En wat is dan de verbinding van Thuiszorg West-Brabant met dit evenement? Het is inderdaad 55-plussers, gezond 55-plus ouder worden. Maar hoe staat de TWB daarin? Want ik ken de TWB in feite alleen maar als mensen die hulp nodig hebben en jullie komen thuis zorg verlenen. Maar hoe zit dat dan hier? Ja, we hebben sowieso een verbinding omdat veel cliënten van ons ook hier bij het dag- en douchecentrum komen. En waar ik nu hiervoor ben is eigenlijk wat meer informatie geven over wat TWW te bieden heeft. Dat is niet alleen hulp bij wassen en aankleden bijvoorbeeld. Maar we hebben ook we kunnen ook ondersteuning bieden vanuit case management dementie bijvoorbeeld. En diëtisten zijn er bij ons, ook werkzaam zeg maar. En nog een aantal andere disciplines die je ook mee voor kunnen zorgen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Van allerlei activiteiten om mensen maar net wat je zegt zo lang mogelijk in hun eigen thuissituatie te laten verblijven. Ja. Al dan niet met hulp van hun naasten, van de mantelzorgers zal ik dan maar zeggen, en jullie hulp. Ja. En hoe zit dat dan? Want ja, nogmaals, dan denk ik weer even het beeld wat ik heb van TWB. Het helpen bij naar bed gaan, opstaan en de activiteiten die daarbij horen. Maar hoe moet ik de andere dingen dan zien? Je zegt de mensen die hier zijn voor het dag- en douchecentrum. Hoe kun je die helpen? Hoe kun je die bijstaan? De cliënten van ons die bij het dag- en douchecentrum komen, die helpen we dan met verpleging of verzorging meestal. Of we bieden daar huishoudelijke hulp. En afhankelijk van de cliëntsituatie kun je ook vragen of een andere collega betrokken raakt. Zoals een case manager dementie, die ondersteunt de cliënt en naaste in het proces van de dementie. Die kan tips geven, begeleiding. Moet ik dat dan zien van mensen die jullie thuis verzorgen? Waar jullie of de omgeving toch de eerste sporen van dementie zien. Dat je die dit centrum onder de aandacht brengt. Ja. En dan hier eigenlijk dat stukje zorg van het begeleiden in de dementie en dat soort dingen. Ja. Dat doen jullie dan als Thuiszorg West-Brabant. Ja, ook. Doen jullie klopt. Hier. Ja, ja, ja. Ook, ja. En allerlei doe-activiteiten. Want ik zag je, dat zei ik al, zo begonnen we. Ik zag je net achter de plantjes staan. Ja. Wat is dat? Gaan mensen hier stekjes trekken? Of hoe moet ik dat zien, wat daar gebeurde? Ja, dat begreep ik. Daar heb ik verder niet zoveel. Ben ik niet zo bij betrokken. Maar ik begreep dat de deelnemers van het dag- en douchecentrum, dat er ook een aantal zijn die dus die stekjes maken. En die kunnen ruilen met stekjes. En, of ze kunnen stekjes kopen. Ja, op dit moment kunnen bezoekers van de informatiemarkt kunnen er eentje meenemen. Nou, heel leuk. Dus heel zinnig. En ik moet je zeggen, ik ben wat wijzer geworden over de Thuiszorg West-Brabant. Het beeld wat ik had is toch een beetje aan het kantelen in de zin van het is veel ruimer dan alleen maar mensen helpen aan en uitkleden, kousen en dat soort dingen. Ja. Voor dat ze naar bed gaan en als ze opstaan. Hartstikke bedankt, Michelle. Ja, u ook bedankt. Graag gedaan. Oké, dankjewel. Dank u. Een beurs, vitaal ouder worden. En daar zie ik ook een vertegenwoordiger van de notaris of een notaris. Waarvoor is het zo belangrijk dat als je eenmaal die 50, 55-jarige leeftijd bereikt hebt, om ook te denken aan hoe gaat het verder straks en wat voor rol kan de notaris daarin spelen? Mm-hmm. Ja.
Eigenlijk twee dingen. Een notaris die kijkt met je als het gaat over op leeftijd worden, straks misschien wat gaan mankeren. Dan heb je een gesprek over van wie moet er dan wat of wie kan er dan wat voor mij regelen. Wie wil je dat er dingen voor jou regelt als je dat zelf niet meer kan of niet meer wil. Dus je gaat dan samen nadenken. Dat doen we in een vrijblijvend gesprek bij ons op kantoor. Wat moet er dan geregeld worden? Waar loop je tegenaan? Stel je voor dat je dat zelf niet meer kan. Wie vertrouw je dan daarmee dat je dat wel kan? En dat leggen we vervolgens vast in een levenstestament. En in datzelfde gesprek kijken we eigenlijk ook altijd met mensen naar. Want dat is heel vaak een tweede vraag die leeft. Van stel je voor dat ik er nou niet meer ben. Wie krijgt dan mijn spulletjes? Wie regelt mijn afwikkeling van mijn erfenis? Waar gaat mijn geld naartoe? Hoe zit dat met mijn huis? Dus er zijn eigenlijk een heleboel dingen die gaan spelen. En die spelen natuurlijk ook voor jongere mensen. Maar je ziet wel dat mensen die de 50 gepasseerd zijn, daar wat meer mee bezig zijn dan de jongeren. Ja, want dat betekent, als ik u zo hoor praten, betekent ook dat het eigenlijk voor iedereen belangrijk is. Want er zijn natuurlijk mensen die wonen in een huurhuis en die overlijden en de kinderen zeggen de huur op en verdelen de spullen of wat dan ook. Ja. Dan zou je zeggen, dan is dat ene stukje niet zo belangrijk. Maar waar u mee begon, het kan zijn dat je minder gezond wordt of wat dan ook. Wie moet er voor me zorgen? Hoe wil ik dat er voor me gezorgd wordt? Dat is dan wel belangrijk. Ja. Maar hoe zit dat dan? Want heb je bij wijze van spreken een echtpaar. Mm-hmm. Of mensen die samen wonen of wat dan ook. Samen zijn, laat ik het zo zeggen. Die moeten ieder voor zich zo'n levenstestament maken. Ja. Want dat kan niet. Hè? Want als je een gewoon testament hebt, dan kun je dat samen voor een iets regelen. Je nalatenschap of wat dan ook. Maar als je een levenstestament hebt, dan moet je echt allebei een apart levenstestament hebben. Ja, maar dat is zowel bij levenstestament als bij testament. Eigenlijk als je samen bent, stel dat je getrouwd bent, je hebt een gemeenschap van goederen, dus alles is van samen. Ja. Dan ziet de wet het eigenlijk zo dat de helft van de een is en de helft van de ander. En je mag, zo staat dat nou eenmaal in de wet, je mag alleen maar iets regelen voor jouw eigen helft. En dat betekent dat als dus iemand wils onbekwaam wordt, er dus niemand meer is die een handtekening kan zetten voor die helft. Op het moment dat iemand overlijdt, dan moet dus in een testament geregeld zijn van waar gaat die helft naartoe van die overleden persoon. En het is niet automatisch, ook niet als je getrouwd bent en ook niet als je samenwoont, dat jouw partner dan is of dat jouw partner dan alles mag regelen. En de wet regelt voor bij overlijden, dus voor jouw erfenis, wel bepaalde dingen. Maar voor als jij er nog bent, maar je kan het niet meer, dan regelt de wet eigenlijk heel weinig voor. Het enige wat dan kan, is op het moment dat je echt helemaal wilsonbekwaam bent, dus bij een notaris niet meer kan uitleggen wat je wil, dat dan de rechter bijvoorbeeld jou onder bewind stelt of een mentor voor jou aanwijst. En dat is eigenlijk een van de belangrijkste redenen waarom mensen bij ons komen. Ze zeggen dat willen wij voor zijn. Ja. Wij willen niet dat de rechter iemand aanwijst. We willen ook niet dat de kinderen naar de rechter moeten gaan om daar eigenlijk uit te leggen dat hun ouder of hun partner het nooit meer kan. Ze willen gewoon dat zelf in de hand houden en het zelf alvast geregeld hebben voor het geval het zover komt. Nou ja, dat is natuurlijk zo. We hebben allemaal mensen die... zo is ons leven vandaag. Ja. Je wil zoveel mogelijk regelen. Precies. Dus ook voor de tijd dat je het zelf dan misschien niet meer kunt. Ja. Maar als dat wel zwart op wit staat en dan is dat geregeld. En dan is het... Stel, ik laat zo'n levenstestament maken als ik 60 ben en ik word misschien wel 95. Dat kan. Blijft dat altijd geldig? Of is dan ook het advies om de zoveel jaar eens daarna te kijken en wil ik dat nog, zoals het daar beschreven staat? Of zijn er mensen weggevallen die ik in mijn levenstestament genoemd heb? Ja. Eigenlijk beide. Het levenstestament maak je voor zolang als dat het nodig is. Dus dat kan. Het ligt eigenlijk klaar voor het geval het zover komt dat je het zelf niet meer kan regelen. Dus dat kan best betekenen dat iemand op zijn 50ste een levenstestament maakt dat nog zeker 15 jaar of 20 jaar gewoon zelf kan regelen. En dat er dan bijvoorbeeld iets gebeurt. Je krijgt een hersenaandoening of een andere reden waarom je het zelf niet meer kan regelen. En dan kan het levenstestament gebruikt worden. In de tussentijd is het natuurlijk wel belangrijk dat je eens in de zoveel tijd dat even laat controleren. Een soort APK'tje voor je testament en APK'tje voor je levenstestament.
Het zijn natuurlijk, je doet met een levenstestament, wijs je iemand aan die alles voor jou mag regelen. Je zegt eigenlijk, ik vind het nu al goed, ik weet nog niet wat het allemaal gaat zijn, maar dat mag je allemaal voor mij regelen. Dat spreekt een groot vertrouwen uit. Op het moment dat dat vertrouwen er op een gegeven moment niet meer is, moet je natuurlijk je levenstestament wel kunnen aanpassen. Er staan ook heel vaak wensen in een levenstestament over wanneer het huis verkocht kan worden of er geschonken mag worden. Soms wat je wil met je uitvaart of met bijzondere inboedel. En die wensen kunnen nog wel eens veranderen. Ja, dan moet je dat natuurlijk wel kunnen aanpassen. Ja. En dat geldt eigenlijk, zulke terugkomgesprekken hebben we ook. Dan kijken we weer met mensen van, goh, is het nog goed? Moet er iets veranderd worden? En soms is dan dat het nog prima is, dat er niks veranderd hoeft te worden. Maar dan ga je met een gerust gevoel weer naar huis. Ja. En als dat niet zo is, ja, dan ben je er in ieder geval op tijd bij om het nog te wijzigen. En we adviseren meestal om dat eens in de 3 tot 5 jaar te doen. En dan weten we dat we heel veel gesprekken hebben waarbij uiteindelijk de conclusie is dat we niks hoeven te doen. Maar dan zijn we er in ieder geval op tijd bij als het wel moet. Ja. En je leest het dan wel eens zo over, want er zijn ook allerlei maatregelen te treffen tussen partners en hun kinderen en dat soort dingen. Om geen gedoe met de belasting te krijgen of dat althans zoveel mogelijk te regelen of zoiets dergelijks. Dat lees je ook wel vaak. Ja. Nou ja, dat klopt. Eigenlijk komt er, en dat maakt het notariswerk, het is toch al best altijd ingewikkeld om te lezen. De wet is nou eenmaal best wel lastig. Maar wat we ook altijd doen, is met mensen nog even kijken naar van, goh, hoe pakt dit nou uit voor de belastingen? Kan het nog met een stukje fiscaal voordeel? En dat heeft verder niks te maken met trucjes of belastingontduiking, maar gewoon, wat mag er wel? Om ervoor te zorgen dat we... dat er zo min mogelijk geld naar de Belastingdienst gaat als iemand overlijdt bijvoorbeeld. Ja. Of dat je nog de mogelijkheid hebt om wat belasting of te besparen of het betalen van belasting wat uit te stellen naar een later moment. Ja. Dus we kijken wel altijd mee. En daar heb je met levenstestamenten minder, maar toch ook wel. Daar speelt vooral dat mensen zeggen van, goh, stel je voor dat ik nou naar een verzorgingstehuis ga. Dan heb ik nog mijn eigen huis en ik heb gehoord dat ik weer mijn eigen huis moet opeten. Eigenlijk net als vroeger. Bijdrage moet betalen voor de zorg. Ja. Dat is dan vast wel heel duur als ik nog mijn huis heb. Hoe kan ik dat nou voorkomen? Ja. Nou, daar kijken we allemaal naar. Dus het zijn best wel belangrijke gesprekken. Ja, en heel zinvol. En zeker. Ook goed vind ik dat je het zelf kunt regelen voor over een lange tijd. Ja. Nou, heel zinvol en belangrijk voor mensen om daar in ieder geval aandacht aan te besteden. En te kijken van hoe willen wij het en contact op te nemen met een notaris. Ja, dat met is, een notaris. Ja, we hebben natuurlijk het liefste dat ze bij ons langskomen. Dat gewoon bij Linje Notaris in Steenbergen, maar als ze dit nou horen en ze wonen niet in de buurt en ze hebben gewoon een eigen notaris waar ze mee vertrouwd zijn, ga dan naar je eigen notaris. Het is prettig als je bij iemand bent die je vertrouwt en waarvan je weet dat die persoon dat doet zo, en met je meedenkt. Ja, ja, en natuurlijk doen wij dat graag, maar ik weet dat mijn collega's, met name van de netwerknotarissen, collega's hier in de regio, dat zeker wordt ook het goed. Dus wordt het goed, dan wordt het in ieder geval goed geregeld. Oké, okay. Hartstikke bedankt voor het gesprek. Alsjeblieft. En voor de mensen toch een ding om over na te denken. Ja, dank u wel. Zeker, alsjeblieft. En toen kwamen we meneer Rob Duiker tegen. Ja. En u was zo enthousiast. U komt hier een aantal keren. Ik ben heel enthousiast. Nou, kijk aan. Kijk, ik ben iemand, als het niet goed is, zeg ik het. Maar als het goed is, zeg ik het ook. Terecht. En dat vergeten de meeste mensen. Die klagen alleen maar als het niet naar de zin is. Ja. Nou, ik vind het hier perfect. Ja. Ik kom hier 4 dagen in de week. 'Smiddags krijg je een 3-gangen menu. Ja? Ja. Dan blijven we nog na tafelen, kunnen we nog een kopje koffie krijgen. Ja. In het restaurant, dan kun je kiezen. Ga ik even kijken, daar staat een bord wat ze daar eten. Ja? En wij koken, dat heet het proeflokaal, daar kunnen wij zelf koken. Met de mensen die dat willen. Ja. Snap je? Dus de ene schilt de aardappelen, de andere doet de groenten. Met elkaar maak je de maaltijd klaar. Dat zegt u, met elkaar. En dat is onder leiding van één van de mensen hier. Ja, dat is leidinggevende, zeg dat, maar. Ja. Dat is logisch. Ja. En hoe bent u hier terecht nou, gekomen? Nou, ik ben vorig jaar... heb ik 4 weken in de Berg op Zoom in het ziekenhuis gelegen. Ja. Ik was uitgedroogd. En toen kwam het te sprake
En dan kom je bij de geriater, want ik ben natuurlijk wat ouder. Ja. En ja, zo'n praatje en is de dag niet lang, niks voor u, want u bent 24 uur per dag alleen. Ik zei, ja, ik wilde wel gaan kijken. Nou, ja. Ik heb er echt geen spijt van. Ik zal u vertellen, ik ben nou blij als maandagochtend is. Dank u wel. Want in het weekend komt u niet, het is wel open nou, in het weekend. Nou ja, ik kom hier in het weekend. Ik rijd dus met mijn scootmobiel. Dus als het goed weer is, dan maak ik zondagsmiddags een rondje. En dan kom ik hier koffie drinken. Ja. En dat vinden ze heel fijn. Ja. Want in het weekend is het hier vrij rustig. Ja. En ja, dan zitten die twee dames, die zitten een beetje uit de neus te pulken, zeg ja, maar. Ja. En die vinden, ja, en ik ben iemand die makkelijk een praatje maakt. Dus dat vinden, lijkt ze me dan, ook, ja. Vinden ze ook wel gezellig als ik dan even langskom. Ja, 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 en dat ja. doe ik ook heel graag. Ja. Ja. En van waar u woont naar hier, dat is goed te doen. Met goed weer op de scootmobiel. Ja, dat is... Maar hoe gaat dat... Hooguit een minuut of 10. Oh ja. En hoe gaat dat dan als het straks misschien, dat hoop ik niet, maar... Dan rij ik met de plusbus of met de deeltax. Want de plusbus die heeft het nadeel, die rijdt maar tot 5 uur. Ja. Maar we hebben hier tussen 4:15 en 6 uur, kunnen we sinds september een boterhammetje eten. Ja, ja. Maar dat gaat niet met de plusbus. Nee. Dus dan kom ik 's morgens met de plusbus. Ja. Die wil ik niet helemaal aan de kant schuiven, want ze zijn allemaal vrijwilligers. Ja. En daar moet ook wat bij komen. En dat doen het fantastisch. Dat is niks van te zeggen. Dat is prima vervoer. Alleen ja, 's avonds kan ik er niet mee. Dus nee, dan bel ik de deeltax. En dat is ook perfect. Ja. Alleen bij de deeltax zit je wel eens met de tijd. Dat je lang moet wachten voordat hij er is. Nou, lang, maar... In principe mogen ze 1 kwartier vroeger of 1 kwartier later komen. Ja. En vorige week had ik het dat ze 3 kwartier later kwamen. Dan krijg je wel de kriebels, zijn ze me niet vergeten. Nou, dat bedoel ik. Ja. Ik bedoel, dan denk je, jongens, zou er iets misgaan? Ja. Ja, want ik kan dat stuk niet lopen, meneer. Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Nee. Maar ik ben wel heel erg blij dat u zo enthousiast bent en tevreden bent. Ik ben gewoon enthousiast. En als er nieuwe klanten komen, die komt die meneer, dat is ook een leidinggever, zet die Rob, komt er eens even bij. Want jij kan goed je praatje maken. Ja, nou, dat ken ik ook. Ik heb daar geen moeite mee. Nee, en ik ben eerlijk, het is hier goed. Ja, het is hier, het eten is prima. Je kan kiezen. Wil je in het proeflokaal eten, dan kijk je wat ze daar eten. Ja. Kijk je in het restaurant wat ze daar eten. Nou, dan zeg je, nou, ik ga vandaag naar het restaurant. Nou, morgen zeg ik, ik vind die proeflokaal wel lekker. Nou, dan ga je proeflokaal eten. Maar als je in het restaurant gaat, dan hoeft u niet apart te betalen. Dat zit Nee, dat is het enige wat niet betaald hoeft te worden. Maar als ik in het restaurant iets wil drinken, moet ik het wel betalen. Ja, ja, en dat ja. hoef ik bij thuis uit, hoef ik dat niet. Nee, er staat appelsap, fris in de koelkast en dat kan ik zo pakken. Ja, nou, nee, dus dat is goed verzorgd? Ja, is heel goed verzorgd. Okay. Ja. Eten ook, niet alleen het eten, maar ook de mensen houden je in de gaten. Vorige week had ik heel veel pijn en ze hebben daar een ruimte, daar staan 2 relaxvertuilen en 2 gewone vertuilen. Dus ik zat in zo'n vertuil en ik zat een beetje te knikkenbollen. Ze zeggen, Rob, dat zijn we van jou niet gewend. Ik zeg, nee, ik heb zoveel pijn. Ze zeggen, waarvoor ga je niet lekker naar huis op bed liggen? Ja, dan heb ik ook niks, meneer. Ja, ja. Dus ja, toen heb ik een paar paracetamolletjes ingenomen. Ja, en dan zakt het weer een beetje en dan gaat het weer een beetje. Ja. Dus. Nou, in ieder geval, ik vind het hartstikke leuk dat u zo meneer, enthousiast bent. Ik zeg nogmaals, en bedankt. Ik zit, nou, op het ogenblik kan het niet. Ja. Maar normaal zit ik op die step. Of ik zit op die home trainer. Maar... En in beweging blijven. Dat ja, is belangrijk. Ja, ja. Zo is nou, dat. Ik doe wel kleine stukjes lopen, maar grote stukken raken. Nee. En ik loop met de rollator. En als ik geopereerd ben, mag ik ook met de rollator lopen. Hoef ik niet met krukken te lopen. Nou, kijk aan. Dat is een voordeel. En als ik een beetje geluk heb. Ze hebben hier 2 logeerappartementen. Ja. Als er 1 vrij is, mag ik hier revalideren. Nou, is dat niet een fijn vooruitzicht, als dat nodig zou moeten zijn? Dat is een heel fijn vooruitzicht, okay. Meneer. Hartstikke bedankt voor het gesprek. Rob, bedankt. En, tot ziens. Beste kijker, een hele leerzame middag. Een verrijking, zoals ik al eerder gezegd heb, voor de gemeente Steenbergen. Er wordt zoveel gedaan voor mensen die het nodig hebben, die of lichamelijk of mentaal iets wat beperkt zijn. Maar het fijne is dat ook de mensen die volledig gezond zijn, hier iedere dag van 10 tot 's avonds 8 uur binnen kunnen komen lopen. En dat is fantastisch. Dat is zo mooi. Dus ik zou zeggen, doe uw voordeel. Er komt op de slos
kabelkrant regelmatig een mededeling wie wat gaat doen hier. De mensen die hier geweest zijn er zijn voldoende activiteiten hier. Dus doe er uw voordeel mee, hou het in de gaten en maak gebruik van die prachtige dingen die we hier in Steenbergen hebben. Tot de volgende keer.